Sommige MRI-apparaten zijn gevoeliger dan andere en daarom kunnen de eisen voor piercings verschillen tussen verschillende faciliteiten. Over het algemeen wordt aanbevolen om piercings te verwijderen voordat je een MRI-scan ondergaat om onnodige risico's te voorkomen. In sommige gevallen kan bioplast of oplossingsmateriaal veiliger zijn dan metalen sieraden omdat deze materialen geen magnetische eigenschappen hebben. Het is echter altijd het beste om de specifieke richtlijnen van de faciliteit te volgen waar je de MRI-scan krijgt om ervoor te zorgen dat je de juiste voorzorgsmaatregelen neemt. Kan ik een MRI-scan ondergaan als ik een piercing heb? Het hangt af van het type piercing en de locatie van de piercing. Sommige piercings kunnen veilig zijn tijdens een MRI-scan, terwijl andere piercings risico's kunnen veroorzaken. Waarom kan een piercing problemen veroorzaken tijdens een MRI-scan? Piercings zijn gemaakt van metalen materialen die worden aangetrokken door de sterke magnetische velden van een MRI-scanner. Dit kan leiden tot verplaatsing van de piercing en in sommige gevallen kan het metaal oververhitten en brandwonden veroorzaken. Wat voor soort piercings zijn veilig tijdens een MRI-scan? Piercings gemaakt van niet-metalen materialen zoals bioplast of siliconen zijn veiliger dan metalen piercings. Kan ik mijn piercings voorafgaand aan een MRI-scan verwijderen? Het is aanbevolen om piercings voorafgaand aan een MRI-scan te verwijderen, tenzij het onmogelijk is om dit te doen vanwege de locatie van de piercing. Is het mogelijk om een MRI-scan te ondergaan als ik een metalen piercing heb? Het is mogelijk om een MRI-scan te ondergaan met sommige metalen piercings, zoals titanium of chirurgisch staal. Het is echter raadzaam om vooraf met uw arts te overleggen. Wat zijn de risico's van het ondergaan van een MRI-scan met een metalen piercing? De risico's kunnen variëren van verplaatsing van de piercing tot oververhitting en brandwonden. Kan ik mijn piercings na een MRI-scan opnieuw plaatsen? Het is raadzaam om minstens 24 uur te wachten voordat je een piercing opnieuw plaatst na een MRI-scan. Kan ik tijdens een MRI-scan een magnetisch G-clip of haarspeld in mijn haar dragen? Nee, magnetisch G-clips en haarspelden kunnen ook problemen veroorzaken tijdens een MRI-scan. Kan ik een MRI-scan ondergaan als ik een tatoeage heb? Ja, tatoeages zijn over het algemeen veilig tijdens een MRI-scan. Kunnen permanente make-up, PMU en microblading tijdens een MRI-scan problemen veroorzaken? Het hangt af van de materialen die worden gebruikt bij de PMU- of microbladingprocedure. Het is raadzaam om voorafgaand aan de MRI-scan met uw arts te overleggen. Kan ik tijdens een MRI-scan mijn contactlenzen dragen? Ja, u kunt uw contactlenzen tijdens een MRI-scan dragen. Kan ik tijdens een MRI-scan sieraden dragen? Het is raadzaam om alle sieraden te verwijderen voordat u een MRI-scan ondergaat. Kan ik tijdens een MRI-scan mijn mobiele telefoon meenemen? Het is aanbevolen om uw mobiele telefoon niet mee te nemen in de MRI-kamer omdat de magnetische velden de werking van de telefoon kunnen verstoren.